Jongeren met politieke ambities kunnen waardevolle ervaring opdoen bij de jongerenafdeling van grote politieke partijen. Maar wie zijn deze politici van de toekomst? Actua TV praat met jongerenvoorzitters. Meneer Dont, welkom in de reeks Actua Jong. Laten we meteen maar beginnen bij het begin. Waarvoor staat Jong Groen? Jong Groen is een politieke jongerenorganisatie die eigenlijk kansen wil geven aan jongeren om te werken aan een betere wereld, een betere samenleving. De kernpunten zijn eigenlijk dat wij via een laagdrempelige, een transparante werking naar jongeren toe, zoveel mogelijk jongeren eigenlijk proberen te betrekken bij groene politiek. Er zijn heel veel verschillende manieren waarop dat we dat proberen te doen. Mm-hmm. De doelstelling is wel degelijk om eigenlijk zoveel mogelijk jongeren te laten kennismaken met wat is dat juist groene politiek. En daarom hebben wij ook een hele waaier aan verschillende activiteiten, verschillende manieren, verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld om zoveel mogelijk jongeren te kunnen bereiken. Je hebt verschillende manieren om dat te doen. Je hebt bijvoorbeeld een eerste middel is communicatie, dat is het hebben van een website, dat is naar buiten komen met standpunten. Maar heel belangrijk is natuurlijk ook, wij zijn jongeren die aan politiek willen doen. Dat is dus het standpunten ontwikkelen, discussiëren, debatteren. En daarvoor bieden wij verschillende activiteiten aan. Wij bieden vorming aan. Bijvoorbeeld vorming om... Dus we willen standpunten ontwikkelen. Ja. En heel belangrijk is dan eigenlijk dat we zetten eigenlijk een traject uit. Van het begin van het jaar kiezen we als bestuur kiezen we een aantal thema's waarop dat we eigenlijk willen werken. En dit jaar bijvoorbeeld hebben wij het thema Stad 2030 gekozen. Ja. Dan gaan we na hoe kunnen we een project, een traject samenstellen om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij eigenlijk het ontwikkelen van standpunten, het informatie verkrijgen. En zo hebben we eigenlijk begonnen met het maken van een werkgroepje. Een werkgroepje die eigenlijk inhoudelijk naging van welke thema's zijn belangrijk. Die inhoudelijk opzoekingswerk deden. We hebben een aantal debatten georganiseerd. Dan kunnen we eigenlijk opnieuw een groep andere jongeren bereiken. Misschien jongeren die niet direct willen lezen en schrijven en inhoudelijk nadenken, maar wel willen komen luisteren naar verschillende mensen. Professoren, dat ging dan over ruimte. Dat ging over diversiteit, participatie in de stad. Dat ging ook over het ecologische aspect. Een totaalpakket eigenlijk. Inderdaad, ja. Ja. Nu, wat is volgens u de taak van een jongerenafdeling? Vooral dan bekeken in verhouding tot de moederpartij. Moet die jongerenafdeling bijvoorbeeld wegen op dat beleid van die moederpartij? Of moet die eerder een soort voorloper zijn of een denktank? Of hoe ziet u dat? Er zijn verschillende aspecten aan. Hè. De eerste zaak, wat ik daarnet ook al zei, is dat we zoveel mogelijk jongeren proberen te betrekken bij politiek. We willen tonen eigenlijk dat politiek belangrijk is en dat dat ook interessant is en leuk om te doen. Mm-hmm. Maar anderzijds, inderdaad, standpunten die wij zelf ontwikkelen, waar wij zelf voor discussiëren, is het wel de bedoeling om ook met die standpunten naar onze moederpartij te stappen, niet alleen naar onze moederpartij, maar ook extern, en die te communiceren. Het kan natuurlijk zijn dat wij over bepaalde zaken verschillen van mening. Het kan zijn dat wij andere accenten leggen. En op dat vlak is het wel zeer belangrijk dat we dan ook intern zeker in eerste instantie het debat voeren. En ook extern als wij vinden van kijk, dat is wel belangrijk dat dit naar buiten gebracht wordt. Dan communiceren we ook naar de media toe over onze standpunten. Dus enerzijds een denktank, het moet veel meer zijn dan dat. Het is ook de mensen, de jongeren die komen bij ons, dat is de toekomst van de partij. Het is de bedoeling dat wij, hoe breder, hoe meer mensen wij kunnen bereiken, hoe steviger de basis ook is van de moederpartij. Dus er is een nauwe samenwerking tussen de jongerenafdeling en de moederpartij? Een nauwe samenwerking. Het is zo dat de link er zeker is. Hè. Ja. Maar wij zijn een organisatie. We zijn een organisatie op zich. We zijn onafhankelijk. Mm-hmm. Maar inderdaad, wij streven er ook naar om jongeren in contact te brengen met Groen als politieke partij. Wij zijn geen politieke partij. Mm-hmm. Maar we proberen eigenlijk, onze nadruk is die drempel te verlagen. Hè. Want we merken toch dat politiek, daar is
Daar is heel wat gewicht aan die term. Ik zit in de politiek. We proberen eigenlijk door onze werking die drempel te verlagen. En zo kunnen we meer mensen misschien bereiken. En dan ze in contact laten komen met... Ja, wat is dat juist? Groene politiek, wat is dat? Een partij. En om ze zo te laten doorstromen. En inderdaad, ja, er is nauwe samenwerking. Er is samenwerking op verschillende vlakken. Hè. Wij hebben leden die lokaal actief zijn. Mm-hmm. We hebben leden die ook nationaal actief zijn. Zo bijvoorbeeld hebben wij ook vertegenwoordigers van Jong Groen in zo'n beetje de politieke raad van Groen, waar dus de standpunten bepaald worden. Een beetje het parlement van de partij. Daar zitten ook afgevaardigden in van... Ja, Jong Groen. En dus op die manier kunnen zij ook de standpunten verdedigen van ons, van Jong Groen, in dus ja, in heel de discussie binnen de partij Groen. Daarnaast is het ook zo dat wij nadenken. Wij vinden het ook heel belangrijk dat jongeren een plaats hebben binnen de partij. En daar is nauwe samenwerking zeer belangrijk. Mm-hmm. Dus wij zitten ook, ik zit dan ook 3 maandelijks samen ook met de partijtop. Dat is dan met Wouter van Bezien, Björn Roschka en de partijsecretaris, de politiek directeur. Wij zitten samen met die mensen om de 3 maanden om een goede communicatie, een goede verstandhouding teweeg te brengen. Want dat is toch wel, dat is zeer belangrijk, mm-hmm. dat we goed weten waarmee zijn. Dat de partij weet waarmee is Jong Groen bezig en omgekeerd. En hoe kunnen we eigenlijk de zaken zo goed mogelijk afstemmen? Dat we geen dubbel werk doen, maar vooral dat we geen haten laten vallen. Ja. Nu, wat daarbij toch wel opvalt, is dat die jongere afdelingen vaak een straffere taal hanteren dan de moederpartij. Hoe komt dat volgens u? Nu, dat is waarschijnlijk omdat wij... inderdaad, jongere partijen die mogen af en toe al eens met de zweep slaan. En dat inderdaad, ja, wij kunnen dan, wij nemen dan soms hardere standpunten in, ook omdat wij het wat misschien ongedwongen, misschien ook omdat wij met een wittere pagina beginnen aan de zaken, mm-hmm. niet een last van een verleden moeten meedragen. In die zin is het wel belangrijk dat we... Ja, het is ook zeer leuk om te zien dat de jongeren, die komen vaak in de politiek met zeer pure ideeën. En dan, daar gaan we dan voor. En inderdaad, ja, dan kan het wel zijn dat die standpunten iets radicaler zijn dan van de moederpartij. Dat is ook een beetje onze rol. Dat is ook normaal, omdat wij als jonge partij, wij hebben ook geen... Wij moeten geen regering vormen. Hè. Dus in die zin is het belangrijk, denk ik, dat wij als jonge partij de zaken zeer scherp stellen. Hè, en duidelijke keuzes durven maken. Mm-hmm. Ik zeg niet dat Groen dat niet durft doen. Maar in die zin kunnen wij wel wat radicaler beetje naar buiten. Beetje onbeperkter. Qua, ja. Inderdaad, ja. Mm-hmm. Inderdaad. Nu laten we even kijken naar die leden van Jong Groen. Hoeveel leden telt de jongere afdeling? Wij hebben zo'n 1100 leden. Mm-hmm. Maar daarnaast hebben wij ook nog sympathisanten. En het bereik van Jong Groen is breder dan dat. Ook de 1100 leden, de manier waarop zij participeren binnen Jong Groen, dat verschilt natuurlijk van persoon tot persoon. Ja, nu, wanneer we kijken naar die leden over de partijen heen, dan merken we eigenlijk dat alle partijen leden verloren hebben, mm-hmm. behalve Jong Groen. Ja. Zij hebben leden gewonnen. Mm-hmm. Hoe komt dat volgens u dat het bij jullie net die goede richting uitgaat, een positieve evolutie kent? Ik weet de situatie niet bij de andere jongere partijen, mm-hmm. maar wat dat misschien deels kan verklaren, is dat, zeer positief, dat jongeren met een nedergroen gedachtegoed, dat zij zijn de situatie beu. Er zijn heel veel mm-hmm. ja, jonge ecologisten, zijn ook opgestapt in de betoging, nu al een paar maanden terug. Maar die jongeren die zeggen niet, we laten het vallen, we zijn het beu, het interesseert ons niet meer, maar die zeggen juist, we willen er iets aan doen. En dan komen ze bij ons terecht en dat is voor ons is dat een zeer positieve evolutie, omdat dat nog altijd een positief signaal is. Hè. Dus we willen meehelpen bouwen, we willen meezien van waarom loopt dit hier vast en wat kunnen wij doen om er iets aan te veranderen. En dus we willen de stap zetten naar de politiek, de politieke jongerenorganisatie, om eigenlijk... te zien of oplossingen wel mogelijk zijn en hoe dat we daar kunnen toe bijdragen. Daarnaast denk ik ook dat het signaal die nu al een aantal jaar gegeven wordt door onze moederpartij, door Groen, die expliciete
ja, constructieve houding, die samenwerking met Ecolo. Ik denk dat dat een zeer belangrijke factor speelt ook in het signaal die wij geven als partij naar de bevolking toe. Wij tonen aan van kijk, er is mogelijkheid tot compromis. We hebben dat gedaan voor de financiën, de partij heeft dat gedaan voor de financiënwet. In Brussel hebben we ook een interne staatshervorming op poten gesteld, Ecolo Brussel met Groen Brussel. Dus dat zijn zaken die denk ik ja, zeer, zeer positief zijn. En het zijn die signalen die de jongeren waarschijnlijk, maar ik heb geen persoonlijke interviews gedaan, die zij waarschijnlijk opvangen. Daar ben ik wel zeer, zeer blij mee, met die evolutie. Welke doorgroeimogelijkheden ziet u nog? Voor jongeren in een politieke jongerenorganisatie? Er zijn heel veel mogelijkheden. Dat merkt u ook als ik een beetje een overzicht geef van de verschillende activiteiten die wij doen. Je kan van zeer passief gewoon eens de website bezoeken of vriend worden van ons op Facebook of de Twitterpagina in de gaten houden. Wat gebeurt er allemaal? Je kan ook binnen Jong Groen een mandaat opnemen. Bijvoorbeeld, je kan bestuurder worden van Jong Groen. Je kan ook actief zijn in een lokale afdeling. En op die manier leer je eigenlijk een beetje de tools van wat houdt dat juist in aan politiek doen. Je moet dan af en toe doe je dan ook een actie, kom je naar buiten, je komt in contact met de pers. Dat is eigenlijk een zeer goede leerschool voor jongeren. En daarna zijn er heel veel mogelijkheden ook binnen Groen om gewoon aan politiek te doen. Dus jongeren die krijgen kansen om op lijsten te staan, om zich verkiesbaar te stellen. Als je kijkt naar de huidige mandatarissen van Groen, dan zie je dat die eigenlijk dat die zeer jong zijn. De federale fractie die in 2007 opnieuw in het parlement geraakt, dat zijn zeer jonge mensen. Ja. En waarvan dat er ook een aantal van Jong Groen komen. Dus er zijn voor iedereen die zich wil engageren in de partij, zijn er mogelijkheden. En het positieve aan Groen is dat wij vertrekken vanuit uit de participatie en wij kansen geven aan mensen. Dus ja, er zijn. Je kan op de achtergrond ook veel zaken doen. Ik zie ook dat er binnen Groen als politieke partij, dat daar ook veel jongeren werken voor de partij. Dus dat zijn allemaal mogelijkheden om voor jongeren om aan politiek te doen. Ja. Nu laten we even kijken naar het kostenplaatje, het prijskaartje van een jongerenafdeling. Ja. Want natuurlijk, alles kost wel iets. Ja. Ook het bestaan daarvan, het financieren van de allerhande activiteiten waarover u daarnet sprak. Hoe wordt dat gefinancierd? Nu, wij hebben twee grote inkomstenbronnen. De belangrijkste is eigenlijk dat is de Vlaamse overheid. Dus daarom ook zijn wij een onafhankelijke organisatie. Wij hebben een beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid, waarin dat duidelijk een aantal doelstellingen staan, hè, wat wij juist moeten realiseren in een bepaald jaar. En daarvoor krijgen wij subsidie. Daarnaast krijgen wij ook een toelage van Groen. En dan heb je nog natuurlijk de gewone bijdrage van de leden voor bepaalde activiteiten. Bijvoorbeeld als wij op herfstweekend gaan, dat is een weekend die wij organiseren samen met ecologie. Nou, dan vraag je ook een bijdrage voor kosten en zo. Maar het totale plaatje komt zo op een 100.000 euro die wij hebben aan middelen om eigenlijk alle verschillende activiteiten te doen die wij doen. Dan we hebben personeel. Maar wij zijn eigenlijk ook zeer afhankelijk van vrijwilligers om alles gaande te houden. Ja. Ja, laten we even kijken naar de actualiteit. Mm-hmm. Hoe staat u tegenover de onderhandelingen en de rol van uw moederpartij daarin? Nu, ik had het daarnet al kort aangehaald. Ik vind dat onze moederpartij daarin een zeer consequente en constructieve houding neemt. En ook een realistische houding. Wij zijn niet de sleutelspelers in heel dit verhaal. Maar de moederpartij heeft zich wel telkens constructief opgesteld. En dit in samenwerking met Ecolo. En ik vind dat de goede houding is. Maar de hele situatie op zich is zeer betreurenswaardig. In die context van eigenlijk de besluiteloosheid proberen wij jongeren eigenlijk te van overtuigen dat politiek belangrijk is, dat,
dat voor zoveel mogelijk jongeren eigenlijk aan politiek te laten doen. Hoe breder die groep, hoe beter de beslissingen die zullen genomen worden. Maar in deze context is dat zeer moeilijk. En ik hoop dat Groen samen met Ecolo die houding eigenlijk verder kunnen zetten om aan te tonen dat het compromis is mogelijk. Ja. Dat is ook de essentie van ons systeem. Het compromis is heel belangrijk voor u. U haalt dat ook vaak in uw intentieverklaring aan. Mm-hmm. Compromis is belangrijk. Waarom hecht u daar zoveel belang aan? Dat eigenlijk de essentie is van onze democratie. Ja, iedereen heeft zijn eigen mening. Maar als iedereen blijft staan in zijn stelling, dan gaan we geen stap vooruit. Mm-hmm. En dat is eigenlijk... Dat is ook de oplossing volgens u, om nu tot een compromis te komen in plaats dat ieder zijn eigen weg gaat? Of inderdaad. En het is zelfs een utopie om te zeggen, als we dan zouden splitsen, dan hebben we geen compromis meer nodig, want dan zijn we het allemaal eens met elkaar. Dat is ook geen waar. Er zullen altijd verschillende meningen zijn. En er zal altijd dus een compromis, dus een middenweg gezocht moeten worden om beleid te kunnen voeren. En nu is het eigenlijk het compromis door de partijen die nu de sleutelpositie in handen hebben, die spreken nooit van de mogelijkheid van een compromis. Ze spreken altijd over toegevingen, dat ze te veel toegevingen moeten doen. We geven toegevingen aan de Franstalen of omgekeerd. We gaan ons niet laten doen. Hè. Dat is de verkeerde houding. En je creëert een beeld die helemaal niet realistisch is. Het is niet zo, het is niet omdat je een programma op tafel legt bij de verkiezingen, dat kan je zeggen aan de kiezers van ja, dit gaan wij uitvoeren als wij in de regering zitten. Zo werkt het systeem niet. Je hebt een programma met standpunten. Iedereen probeert zoveel mogelijk mensen te overtuigen dat dit het goede programma is. Maar nadien, als je wil beleid voeren, ja, dan ga je moeten een middenweg vinden. Mm-hmm. En om direct alles te eisen, dat is denk ik niet... U had het daar net over, ja, we moeten de jongeren motiveren voor de politiek. Nu laten we even een stelling bekijken. Jongeren zouden niet meer geïnteresseerd zijn in politiek, zouden zelfs wat walgen van het politieke taalgebruik en vinden dat de huidige generatie politici het toch niet meer kan of eigenlijk niet meer luistert. Hoe staat u tegenover die stelling? Klopt die? Klopt die stelling? Het is een zeer geladen stelling. Ik denk dat het gevoel die leeft bij jongeren terecht is. Hè. Dus dat ze walgen van de manier waarop een politiek gevoerd wordt, dat is zeer begrijpelijk. Je kan niet zeggen na 10 maanden onderhandelen van ja, we zijn goed bezig. Hè, en de politici nemen verantwoordelijkheid en dat is de manier waarop dat we moeten verder gaan. Dat is geen waar. En ik betreur het stelligste dat eigenlijk de heel... dat de theater die gevoerd wordt, in stand gehouden wordt. Dus wat gebeurt er nu in de onderhandelingen? We weten het niet. Af en toe gaat er iemand naar de koning en dan verandert die persoon. Wordt het iemand anders die dan nog eens probeert te onderhandelen en is iedereen zeer constructief. Maar terwijl zie je dat partijen op elkaar blijven schieten langs de zijlijn. En dit is niet de manier om aan politiek te doen. Dat jongeren dan afhaken is begrijpelijk, maar het positieve die ik ondervond is dat er nog altijd jongeren zijn die zeggen van kijk ja, wij willen ons engageren, maar het brede publiek die haken af. Ook als je sommige debatten volgt op tv, bijvoorbeeld gisteren in Ter Zake, sorry, maar ja, je begrijpt er bijna niets meer van. Wat gebeurt er nu? Wat is nu juist het punt die de mensen willen maken? Over wat gaat dit nog? En dat is het grote gemis in heel die discussie. Deze discussie die 10 maanden duurt, zou interessant kunnen zijn. Moesten we duidelijk weten waar we naartoe willen gaan en welke thema's allemaal moeten besproken worden. Mm-hmm. Maar het is een theaterstuk van hoogtepunt naar laagtepunt en dan beginnen we opnieuw. En er is geen duidelijke visie, er is niemand die duidelijk weet naar waar willen we naartoe. En dat is een duidelijk gemis. U behoort tot de toekomstige generatie politici. Hoe staat u daar tegenover? Hoe kijkt u daar tegenaan liever? Bent u klaar voor die uitdaging toch? Nu, ik zie de zaken
Ik bekijk het niet zo op lange termijn. Ik ben nu voorzitter van Jong Groen en ik concentreer mij te volle daarop. Op die taak, ja. Op die taak. En wat de toekomst zal brengen, dat gaan we nog zien. Het is wel zo dat ik mij zeer actief zal blijven inzetten. Mm-hmm. Alleen voor groen, voor de groene politiek. Maar aan politiek doen vind ik nog altijd zeer leuk, zeer interessant. Het is de essentie van uw samenleving. Als je overtuigd bent van een bepaalde visie die je hebt op de samenleving, als ecologist, ja, dan moet je ook de moed hebben om op alle mogelijke manieren die visie te vertalen naar een beleid. En dat is denk ik de uitdaging die we moeten aangaan. Nu, we zullen wel zien op welke manier dat zal gebeuren, maar ik zie dat zeer positief. Ik vind het een beetje een geruststelling dat ik altijd de politiek de politiek zal er altijd zijn. Ja. En op die manier zal ik mij altijd kunnen engageren voor de samenleving. En dat wil ik graag doen. Laten we even een laatste vraag bekijken, eentje om af te ronden. Wie is uw groot politiek voorbeeld? Ik heb 2 jaar gewerkt op de fractie Ecolo Groen. Mm-hmm. En om dan 1 eruit te pikken is een beetje moeilijk. U mag een combinatie maken. Is wel zo dat het voor mij zeer belangrijk was, die 2 jaar dat ik daar gewerkt heb als fractiemedewerker. Omdat je dan in contact komt met politici die, zelfs al hadden ze niet veel ervaring, maar die toch een heel duidelijke visie hebben. Ja. Wie mij zeer verrast had, dat was de nu minister Jean-Marc Nollet, die toch wel een zeer knap politicus is, die heel goed wist hoe hij die fractie van Ecolo en Groen, hoe hij die eigenlijk geactiveerd heeft, hoe die kleine fractie er toch in geslaagd is om zeer sterk over te komen. En ook met de nieuwe jonge politici die dan net verkozen waren, hoe zij erin geslaagd zijn om in 4 jaar tijd uit te groeien tot toch gevestigde waarden, maar toch belangrijke waarden in het parlement. Dus mijn voorbeeld is eigenlijk de federale fractie, die een zeer goede manier heeft, een zeer constructieve manier heeft van aan politiek doen. Zij legt een goed parcours af, volgens u? Zij leggen een zeer goed parcours af, inderdaad. En we zien dat nu ook. Je begint misschien, de partij heeft misschien risico's genomen met nieuwe mensen, onbekende mensen, toen te lanceren. Maar je ziet nu ook dat dit wel rendeert. Als we kijken naar Stefan Van Ecke, hoe hij in de commissie over seksueel misbruik in de kerk, hoe hij daar ook een zeer belangrijke inbreng heeft kunnen doen. Mere Malmachi in de commissie over de hervorming van de financiële instellingen. Dat zijn toch wel zaken die zeer positief zijn. Oké, dankjewel voor dit gesprek. Bedankt. Ja.